Ja, even een kleine demonstratie wat je met mijn repeater PI3XDV kunt. Het is niet iets heel bijzonders, want de meeste van de functies zitten normaal ook in de software. Dus iedereen in principe kan dat met een Raspberry Pi of een andere computer in zijn repeater implementeren. Maar het is toch wel leuk om te laten zien. Even kijken. Allereerst staat hij normaal gesproken altijd op PI3KMP. En op deze manier kun je dus de identificatie opvragen. Sterretje, hekje. Link online, Papa India 3, X-ray Delta Victor Dash Lima. The time is 12:36 p.m. Active module Echo Link 2 connected stations. Press 0 number sign for help. Nou, met één hekje kun je dan opvragen welke stations er ingelogd zijn op Echo Link. Connected stations, Papa India 2, Kilo Mike, Papa Repeater, Papa Alpha 0, Echo Tango Echo. Goed, ik ga Echo Link nu afsluiten. Dat doe ik door een aantal keren een hekje in te toetsen. Dan gaan één voor één eerst alle stations eruit en dan sluit die Echo Link af. Papa Alpha 0, Echo Tango Echo disconnected. Papa India 2, Kilo Mike, Papa Repeater disconnected. Deactivating Echo Link. Nou, ik zal laten zien dat hij ook als papegaai repeater werkt. Dat gaat met één hekje. Activating Parrot. En dan door het test in te spreken. Of een boodschap in te spreken, kun je dan je eigen stem terug horen. Test, P-Anol ETE met een test. P-Anol ETE met een test. Goed, dit was de papegaai, die gaan we nu afsluiten. Oh, verkeerde knop. Activating, parrot. Deactivating. Oké, ik heb CTCSS nog aanstaan in de porto, dus hij slikt af en toe woorden in. Even kijken, de volgende functie die wel grappig is, dat is de voicemail. Je kunt als volgt horen vanuit het hoofdmenu of er berichten zijn. Slink online, Papa India 3, X-ray Delta Victor Dash Lima. The time is 12:42 p.m. Messages for Papa Alpha 3, Alpha Yankee Whiskey, Papa Alpha 1, Charlie Juliet. Press 0, number sign for help. Nou, met de 3 ga je naar de voicemail. Ik kan daar niet veel van laten horen. Wel dat die ingeschakeld staat. Waiting, voicemail. Enter user ID and password. Nou, gebruikers ID en een wachtwoord invullen. Echt helemaal veilig is dat niet, hè? Want iemand anders kan je wachtwoord ook gewoon kopiëren. Aborted. Aborted. Hey. Deactivating voicemail. Waarom zegt hij nou aborted? Nou, misschien dat hij daar uit het hoofdmenu gaat. Dat zou kunnen. Oké, de volgende, dat is het weer. Het is nog een beetje onstuimig weer, dus het is misschien wel grappig om dat te laten horen. Ik doe de kooi, vliegveld de kooi. Dat ligt nabij Den Helder. Dus eerst 5 hekje. L Kilo Delta Airport. Met report time 1:12:05. Wind 290 degree at 25 knots. Gusts up 35 knots. Wind varies from 250 to 330 degrees. Visibility more than 10 kilometers. Dat was de meta information. Dat is dus het weer wat vliegvelden uitgeven. Dat wordt ingesproken door de. Deactivating meta information. Is ingesproken door de eigen spraaksynthesizer die in de repeater software zit. Er zit ook een toonslot in. Volgens mij is dat 6 hekje. Ik twijfel altijd een beetje. Het kan ook 10 zijn. Activating cell call encoder. Nou, je kunt een stuk of 20 verschillende toonslotsystemen genereren. Ik doe er nu eentje om even te demonstreren. Dat doe ik als volgt. Eerst moet je dus de code van het gekozen toonslotsysteem doen. In dit geval 0,1. En dan een hoeveelheid cijfers
die je wilt uitzenden. Dus, nou gaan we naar EchoLink. Normaal is XTV dus aan PI2KMP gekoppeld meestal. Deactivating cell call encoder. Dus twee hekken voor EchoLink. Activating EchoLink. En Kampen, dat is 30175. Dus 3, 0, 1, 7, 5, hekje. Connecting to Papa India 2 Kilo Mike Papa Repeater. Connected.